Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Ja, hij zit naast me, Erik Middelkoop. Ja hoor, zijn we weer. En tegenover me zit hij weer, Dirk van Duivenbode. Dirk, ja, dat was ik weer. Leuk dat je ook weer met de vooruitblik mee wil doen. Ja, we gaan natuurlijk vooruitblikken op het grootste Doornranking event van het jaar. Ja, voor ons Nederlanders zeker met de finals in Amsterdam met AFAS. Drie Nederlanders op de vrijdag, hopelijk vier op de zaterdag. Allereerst was ik echt blij verrast dat er gewoon drie plekken vergeven werden aan De Zwaan, Wattimena en Noppert. Dat had ik eigenlijk al niet eens zo voorzien eigenlijk. Dus daar was ik al heel blij mee. Ja, een beetje jammer dat we dan toch twee mannen tegen elkaar zien. Maar ik denk dat het een heel mooi toernooi gaat worden. Goed, we zien qualifiers. Daar wil ik het eerst even over hebben. Wat vind je van de qualifiers? Want we hebben een Wayne Jones bijvoorbeeld. Had ook Lange de Rut kunnen staan. Ron Meulenkamp. Dirk van Duivenbode, in eigen land. Jelle Klaassen hebben we niet eens. Ja, ik denk dat wij Nederlanders met die plekken die vergeven zijn aan die mannen die ik net noem, niet zo moeten klagen. Maar ja, dat is het gevaar wat je krijgt met een qualifier. Ik bedoel, ja, als je net even een goede dag hebt, kan elke tourkaarthouder natuurlijk gewoon de finals halen. Ja, en dan krijg je nu misschien Wayne Jones, waar andere namen voor het grote publiek misschien iets interessant waren geweest. Ik denk dat het Nederlands publiek het erg leuk had gevonden om Dirk in Amsterdam te zien. Zeker met jouw welkom. Hoe had je het zelf gevonden om er te mogen staan? Ja, dat had ik ook leuk gevonden. Ik denk trouwens wel dat de Premier League een grotere non-ranking event is. Dat kan mis hebben. Verder ja, het is natuurlijk wel een droom om in je eigen land altijd voor het publiek te spelen. Omdat ja, dat is altijd voor jou. En met die welkom, dat maakt me dan niet zoveel uit. Maar je weet wel dat het publiek het altijd leuk vindt. De Eurotours in Nederland heb ik altijd met veel plezier mogen spelen. Altijd ook met weinig succes. Maar ja, dat zijn wel de dingen waar je het voor doet. Eigenlijk vind ik zelf. Want je speelt voor een vreemd publiek in het buitenland. En ja, dat is eigenlijk wel het leukste wat je kan doen, vind ik, voor je eigen publiek gooien. Wat als jij nou mag kiezen tussen de Grand Slam qualifier winnen of de World Series qualifier winnen? Wat had je liever? Ja, dan had ik liever deze gehad. Puur vanuit gevoel zijn. Goed. Nederland, eigen publiek. Ja. En de qualifiers, ja. Ik had zelf verwacht dat ze twee Nederlands zouden doen. Dus ik denk dat de derde beste, dat we daar een best gunstige stem in mogen zijn. Het is alleen dan wel jammer dat mocht Jermaine winnen, dat hij dan ook weer tegen een Nederlander komt. Maar ja, het is ook geen heel groot speelveld, dus die kans is aanwezig. Goed, Dirk zegt het al, de loting. En er is eigenlijk best wel een bizarre loting uitgekomen. Wat een potjes hebben we in de eerste ronde. Laten we beginnen met Michael Smith, Garin Price. En dan hebben we het nog niet over wie ze daarna gaan treffen. Maar we gaan gewoon de halve finale van het EK een weekje later weer zien. Ja, fantastisch affiche. Dat is toch wel eventjes een eerste ronde partij. Aan de andere kant, is dat krijg je natuurlijk. Als je aan de ene kant misschien minder interessante namen Jones en Clayton tegen elkaar ziet. Dan ga je natuurlijk ook gewoon de toppers al tegen elkaar zien. Ja, interessante wedstrijd. Ik ga ook een hele interessante wedstrijd vinden. Ricky Evans tegen Ian White. Dit zou dan misschien toch nog één keer zo'n toernooitje kunnen zijn dat het voor Ian White wel een soort van laatste kans gaat zijn, zoals ik het dan misschien zie. Toch een ander soort toernooi, minder druk, niet gerankt. Misschien dat hij het dan net even op die manier, hè, met zijn goede vorm die hij wel degelijk heeft, toch nog een keer wel kan laten zien. Dus daar ben ik eigenlijk nog wel heel benieuwd naar. En wat hij meenaat tegen Clemens, blijft ook prachtig als wat hij meenaat voor eigen publiek daar Clemens weet te pakken. Goed, dan gaat hij daarna spelen tegen Raymond van Barneveld. Die zie ik ook weer een uitspraak doen dat ik denk van wat moeten we hiermee. Ik ga deze week nog even alles eraan doen om me goed voor te bereiden. Zijn we dan niet een paar weken te laat? Ik vermoed dat hij wel een lichte voorbereiding heeft gehad. Hoop ik ook wel. Maar van Barneveld traint over het algemeen niet extreem veel. Want die traint eigenlijk alleen richting het WK. Dan heeft hij gewoon schema's, begint hij twee maanden van tevoren mee. Nou, daar zitten we nu op een gegeven moment een beetje op. Dus ja, dat zal ook meespelen. Van Barneveld is natuurtalent. Ik zal nooit vergeten dat wij een keer, was hij op vakantie en ik had een jeugdtour in het eerste jaar dat ze een jeugdtour hadden. En hij was na een maand Spanje, kwam hij op de Pro Tour. En we hadden na die Pro Tour de jeugdtour. Dat was toen de tijd nog zo. En hij won de Pro Tour na een maand vakantie. Dus Van Barneveld is wel natuurtalent. Ik denk dat hij alleen wat meer in zijn motivatie moet zoeken. Voor zover het mogelijk is in de laatste maanden. Maar het is voor eigen publiek en daar houdt hij van. En, dat is altijd. Hij heeft dat ook wat ik heb. Ik weet niet of hij voor de ranking event zou kiezen of voor dit. Maar ik weet dat hij het
geweldig vindt om in Nederland te spelen. Alles in het oranje. Nou hebben we hier gelijk al heel wat namen uit de onderste helft van het speelveld van de loting te pakken. Van Barneveld mogelijk tegen Wattimena en anders tegen Clemens. Noppert en De Zwaan in dezelfde hoek. Evans en White. Voor de rest als geplaatste spelers daar nog bij Peter Wright, Gary Anderson en Rob Cross. Nou, dat is natuurlijk niet de minste. Ook nog Chisnell en Whitlock. Van deze namen, Dirk, wie gaat daar als finalist naar voren komen? Ja, dan ga ik denk ik toch voor de onderste wedstrijd. Rob Cross, Dave Chisnell. Vermoed ik dat een van die twee, gezien de huidige vorm, Rob Cross wint EK, Dave Chisnell zal heel goed te gooien. Lijkt mij het meest logisch dat zij een finale plek halen. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat zwakt de Nederlanders voor eigen publiek niet uit. En ik denk dat die extra boost plus het vaak boegeroep van de Nederlandse toeschouwers ook parten kan spelen in het resultaat. En wat verwacht jij dan van Gary Anderson, die natuurlijk wat minder zien dit jaar en die dus tegen Noppert of De Zwaan uit zal komen? Ja, wat verwacht het zijn wel twee spelers die altijd verliezen van Anderson op tv. En eigenlijk ook twee spelers die het niet altijd nodig verliezen van hem. En in zijn huidige vorm denk ik dat zij zomaar zouden kunnen verrassen. Allebei eigenlijk. Ik vind allebei hele goede spelers. Zonder dat ze tegen elkaar moeten. Maar ik denk dat zij allebei de Anderson die ze nu zullen treffen wel kunnen pakken. Gaan we een Haagse clash zien? De Zwaan van Barneveld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou dan in dat geval de halve finale zijn. Ja, indirect vraag je natuurlijk mij nu even aan te geven wie ik dan als finalist uit dat rijtje zie doorkomen. Ja, ik ben vrij chauvinistisch ingesteld, dus ik ga zeker uit deze helft voor een Nederlander. En als ik dan naar de huidige vorm van de vier Nederlanders in de onderste helft kijk, dan ga ik voor Jeffrey De Zwaan. Help meteen in voor plaats in Grand Slam of Darts. Scheelt een vluchtje dag erna? Nou, dat zou bijkomend een heel mooi effect zijn, ja. Goed, ik denk dat we Dave Chisnell in de finale gaan zien. Vorige keer goed met hem gespeeld. Hopen dat het dit keer weer zo gaat lukken. Ja, jij bent de kenner nou, hè. Goed, bovenste helft. Wie gaan we daarvan in de finale zien? Ik denk toch wel die eerste wedstrijd. Smith, Price of Van Gerwen. Ga ik toch voor Van Gerwen. Ja, laten we even dan opnoemen voor de luisteraars wie er allemaal dan in zitten. Als geplaatste spelers inderdaad Van Gerwen, Wade, Damon Hetta. Dat weet je wel, die Australië niet zo goed deed. En Darbo Gurney. En dan hebben we daar als qualifiers zitten Michael Smith en Gerben Price, Jones Clayton, Kyle Anderson en Sujovic en Ratajski en Espinol. Zelfde vraag weer aan jou, Dirk, uit de bovenste helft, de finalist. Ja, Michael Verheyen. Ja, voor eigen publiek vermoed ik niet dat hij gaat verliezen. Je verwacht dat hij gebrand zal zijn? Ja, en super gemotiveerd. Alleen ja, hij heeft de moeilijkste wedstrijd heeft hij in zijn eerste ronde. Als ik het zo zie. Smith of ik zie Price. Dat bij de anderen zal hij denk ik niet veel problemen mee moeten hebben. Je weet natuurlijk nooit. Sujovic kan lastig zijn. Nee. Maar zijn huidige vorm ook niet. Weet afgelopen weekend niet top. Ja, misschien dat hij... ja, dan moet hij snel herstellen in die korte tijd. Ik vind zelf Christopher Ratajski en Nathan Espinol een hele mooie eerste ronde. Het zijn eigenlijk spelers die niemand als favoriet zou hebben. Het zijn spelers die ik heel goed vind. Op de vloer zeker. En ja, daar verwacht ik wel wat van. Moet ik zeggen dat Ratajski TV wel ietsje minder is. Maar dat komt er ook wel een keer uit. Dus misschien niet. Krijg je hetzelfde verhaal met Jermaine wat hij meeneemt. Het gaat even duren voordat Ratajski eenmaal op TV zijn rol gaat vinden. Ja, alleen zonder Jermaine af te kraken denk ik dat Ratajski zijn potentie hoger is. Hij heeft alweer maar wel Maas gewonnen, 3 Pro Tours, Euro Tour. Ja. Ik denk dat hij wel een hoge, dat we daar nog veel gaan zien. Hij heeft vorig jaar natuurlijk zijn tourcard gehaald. Zonder een tourcard te hebben. Ja, en die komt ook wat dat betreft nu bij de PDC. Nu pas kijken op de tv-toernooien. Dus die tijd moeten we hem misschien ook wel een beetje geven. Eén ding heb je zeker gelijk in. Als het niveau van de vloer bij Ratajski op tv terug gaat komen. Dan moet hij zeker ver kunnen gaan komen. Ja, ik ga in de bovenste helft ook voor Michael van Gerwen. Inderdaad, met de kanttekening dat als hij natuurlijk wel de eerste ronde tegen Smith of Price moet overleven. Als hij die overleeft, zie ik hem die finale halen. Jij, Mike? Ja, ook Michael van Gerwen. Ik denk dat Michael van Gerwen Dave Chisnell wordt. En dat Van Gerwen gewoon met de winst vandoor gaat. Ik denk dat een beetje een kopietje van de World Grand Prix. Ja, dan ga ik helaas heel saai zijn. Want ik denk dat Van Gerwen dan de finale ook wel weet te winnen. In mijn geval van De Zwaan. Dirk, de winnaar van de World Series Finals 2019. Ja, Van Gerwen.
Tegen. Verlies de finalist. Nou, ik heb net mijn failliet finalist opgeroepen. Chisnall. Chisnall. Twee keer Chisnall weer, hè? Ja, en Verger was winnaar, dus we hoeven eigenlijk komend weekend al niet eens meer te kijken, want we hebben het al ingevuld. Goed, dan gaan we naar het laatste development tour weekend. Gaan we niet vooruit blikken, maar waar we wel vooruit gaan blikken is het WK Jeugd. Daar hebben we samen een serie mogen maken, Road to Jeugd WK. Daar hebben we een hoop van de 7 van de 14 Nederlanders zeker gesproken. Misschien wel 8. Hè? Hangt een beetje van best Lee van Trijp af, wat hij in het laatste weekend gaat doen. Dat is ook de enige Nederlander die nog op het nippertje staat. Ja, wie is de grote favoriet voor het Jeugd WK? Ja, de grote favoriet is misschien moeilijk één iemand aan te wijzen. Maar allereerst moet je natuurlijk kijken naar de twee spelers die in de top 32 van de wereld staan en op die manier gekwalificeerd zijn. Dan heb ik het over Jeffrey de Zwaan en Max Hopp. Al heeft Jeffrey de Zwaan natuurlijk ook gewoon die veilig met toe gegooid en heeft hij ook op die manier aan de plaatsingseisen voldaan. Maar goed, dat zijn de twee grote mannennamen tussen het deelnemersveld. Aan de andere kant is het natuurlijk kijken naar de development tour, hè, waar de rest zich door moet kwalificeren. Is Ted Evans de man geweest die het hele jaar daar al uitblinkt. De helft van het aantal toernooien heeft hij gewonnen. Met afstand eerste op het klassement. Is natuurlijk wel nog één weekend te gaan. Ja, maar vlak daarachter dan zitten inderdaad ook nog wel wat Nederlanders. Waaronder Geert Neentjes, tweede op de development tour. Maar ook mannen, tourkaarthouders als Luc Humphries, Ryan Meikle, Callum Reeds, die volgend jaar een tourkaart heeft, is erbij. Het grote talent uit Ierland, Keen Barry, is erbij. En we kunnen nog wel wat namen opnoemen, maar ik denk dat er wel een favoriet of team is aan te wijzen. Als je toch een topfavoriet moet kiezen, denk ik toch Max Hopp. De meest uitgeruste van allemaal, aangezien Jeffrey sowieso moet reizen op zaterdag of zondag. Daar gaat niet in de klauwe kleren zitten en in het achterhoofd dat de Grand Slam qualifier nog komt. Gaat zeker denk ik meespelen. Daarbij komt dat Max Hopp het hele jaar weinig gezien. Dus die, ik neem aan dat die nog wel iets wil goedmaken. Geen EK gespeeld, geen World Grand Prix gespeeld. Wel matchplay gespeeld. Niet onverdienstelijk op de matchplay gespeeld. Maar die heeft er nog wel wat goed te maken dit jaar. Ja, aan de ene kant zal hij er misschien als grote favoriet en uitgerust naartoe gaan. Aan de andere kant denk ik ook wel, hij heeft het nadeel dat hij niet de development tour mag gooien. Dus ja, je speelt dat tegen een heel deelnemersveld, wat natuurlijk zaterdag en zondag al 4 events gegooid heeft. En jij start op maandag koud. Ja, ik weet niet of je dat een nadeel kan noemen, maar dat zou kunnen. Het zijn wedstrijdjes over kort format. Je begint wel in een poeltje, maar daarna zijn nog steeds de wedstrijden erg kort. Dus ja, je moet wel een hele dag sterk staan spelen, wil je dat winnend afsluiten. Dus ik denk dat we ook zomaar wat verrassende namen ver kunnen zien komen. Als ik één iemand moet noemen, dan ga ik toch een beetje voor de mannen van het moment. En dan ga ik voor één van de Ieren, Keen Barry of Kieran Tien. Die doen het beide erg goed de laatste tijd. Ik ga eens een verrassing. Goed, de gehele finale, Erik. Twee namen. Play Championship Finals tussen de halve en de finale. Die gaan we zien. Dan doe ik Keen Barry. In de finale tegen Ted Evans. Ik denk Geert Neentjes zit er sowieso bij. Ik hoop het ook hoor. Dat, tegen? Ik denk Geert Neentjes of Jeffrey de Zwaan. Ik denk dat een van de twee wel de finale gaat halen. Ja, tegen. Ik kan er niet veel voor zeggen. Het is, als je de seeding aanhoudt, zou hij... kijk hier. Is Jeffrey eigenlijk geseed? Of is het gewoon een order of merit? Jeffrey is geseed aangezien die een paar development tours heeft gespeeld. Dat wel. Nee, maar volgens mij, als ik het goed begrepen heb, zijn Hop en Jeffrey de Zwaan 1 en 2 op de plaatsinglijst vanwege hun order of merit. Oké. Nee, dan. Ja, dan. Ja, misschien Max Hop, Geert Neentjes dan. Ik weet het niet. Ik heb ze zelf ook gegooid. Die dagen, de nummer 1 seed heeft volgens mij niet vaak het WK gewonnen. De druk komt, is veel hoger, het wordt alleen maar van je verwacht. Je denkt, ik heb er 6 gewonnen dit jaar, dan zal ik het WK toch ook wel winnen. Dat is vaak niet het geval. Zeg Geert Neentjes. Ja, toptalent. Ja, toptalent uiteraard. Erg jong nog. Maar het kon op de Pro Tour nog niet helemaal uit. Laatste weekend, dat ging er wel wat beter. Maar... Ja, hij heeft een nieuwe pijler. Ik heb met hem, ik heb voor hem een beetje bemiddeld met, waren meerdere darts bedrijven. Of hoe zeg je dat? Dart producers of materiaalsponsors. Materiaalsponsors. Die hem wilden hebben. En daar heb ik hem in geholpen en geadviseerd. Uiteindelijk ook voor hem onderhandeld. En uiteindelijk kwam daar gewoon een pijl uit. Waar hij dus nu, die is nagemaakt op basis van zijn oude pijl. En hij gooide daarmee. En het eerste weekend won hij gelijk van Durant. En had 2 keer zijn bord gewonnen of noem maar op. Ja, speelde goed zeker. Dus hij gooide heel goed. En ik denk dat hij dat vertrouwen zo door kan zetten. En... Ja, Jeffrey. Ja, inderdaad wat jij zegt. 3 dagen achter elkaar, zwaar, reizen erbij. Wordt inderdaad wel lastig.
er toch nog één naam eruit pakken. Harry Wirth. Wat gaan we daarvan verwachten? Hij heeft natuurlijk een keer wel een Pro Tour gewonnen. Ja, Harry vind ik een goede speler. Zelf één gespeeld, verloren. Gewoon ik zelf niet top. Alleen, ja, hij heeft laten zien dat hij het op een dag kan. Alleen, er was wel eerder in het jaar. Ja, ik denk toch... waarschijnlijk zou je één verrassing hebben in de finale. Maar je zou nooit een volledig verrassende finale hebben. Ik denk als Harry Wirth de finale haalt, dat het toch wel een redelijke verrassing is. Ik vermoed dat toch uit top 8, als ik daar Max op ook nog mee ga. Dus ik denk eigenlijk dat er wel twee uit gaan komen. Maar goed, je weet het nooit. Ik vind Wessel Nijman, om hem maar even te noemen, die heb ik ook zien gooien een paar keer. Denk ik, nou, op de Pro Tour ook, weet je, staat hij rond de 100 gemiddeld te hakken. Denk ik, ja, als die zijn dag heeft, zijn er ook weinig die hem kunnen stoppen. Dat was mijn grote favoriet voor de WK-qualifier in Leeuwarden. Ging er helaas in de tweede ronde uit. Maar wat die jongen dit jaar heeft laten zien, die heeft echt toekomstpotentie op deze manier. Ja, die heeft wel stappen gemaakt. Ja, Eurotour en inderdaad op de Pro Tour. Gewoon heel steady gemiddelde. Ja, die zit in de lijn omhoog. Hij is nog jong. Benieuwd waar dat allemaal nog verder toe kan leiden. Maar goed, noem jij twee namen, Mike? Goed, nee, is de Dirk afmaken. Geert Neentjes gaat spelen tegen? Ted Evans. Ik ga ook niet voor Jeffrey. Ik denk dat we Max Hopp in de finale gaan zien, want die is uitgerust. En dan zeg ik tegen Danny van Trijp. Die heeft een hele goede dag. Nou, we zullen het gaan zien. Oh ja, die was wel geplaatst. Mocht er niks geks gebeuren in het laatste weekend, dan is Danny van Trijp ook groepshoofd. Goed, dan gaan we naar de laatste vooruitblik. En dan gaat de man tegenover ons ook aan meedoen. De Grand Slam of Dutch Qualifier. Ja, klopt. Wat verwacht je ervan? Geen idee. Het zijn altijd lastige toernooien. Behoorlijk loting afhankelijk. Maar vaak hoef je maar 3 potjes te winnen maximaal. Dus ja, vorig jaar denk ik me nog, ik verloor van die Pol, even zijn naam kwijt. Kanik, Titus. Die, ja. Daar verloor ik van. En eigenlijk totaal niet nodig. En als ik die dan gewonnen had, had ik tegen Joe Murnen gemoeten. Ja, ook niet onmogelijk. Dus je weet dat je op zo'n dag, als het eventjes mee zit, kan je je zomaar plaatsen. Maar ja, je kan ook in de eerste ronde een hele zware treffen en dan kan je zo muiligen. Dus ja, het is heel open en voorbereiding is niet ideaal. Wij spelen na het jeugd-WK. Jeugd-WK moet eerst gooien en dan mogen wij pas 2 van tevoren gaan ingooien. En terwijl je staat in te gooien, sta je nog met de jeugd. Ja, dus het is echt wel, het moet vallen. Ja, we weten dat je het kan natuurlijk. Je hebt het vaak genoeg bewezen. Alleen niet constant genoeg helaas. Mag je het een loterij noemen of gaat dat ook weer te ver? Nee, dat gaat wel te ver. Je speelt met alleen maar tourcardhouders. Wat is een loterij? Ja? Je hebt er gewoon seeding. Dus je zit altijd bij een goeie. Maar als die goeie van een mindere verliest, om het even te stellen, kan het makkelijk worden. Ja, dan is het misschien een loterij. Maar ja, je moet wel 3 potjes winnen op Pro Tour niveau. Dus dan vind ik het geen loterij. Dus je plaatst een plaatsje terecht. Dat heb je ook met Wayne Jones gehad voor dit toernooi. Dan zegt iedereen van ja, waarschijnlijk geluk had met zijn loting. Maar ja, hij plaatst zich wel. En hij wint gewoon van alleen maar tourcardhouders. Dus ja, loterij vind ik dan te ver. Als je er staat, is het sowieso terecht. Ja. Goed, mannen die het nodig hebben, gaan we even naar de Order of Merit kijken. Ja, Dirk staat dan iets verder weg. Zelf ook realistisch. Gaat er niet vanuit dat hij hem meer houdt. We gaan er natuurlijk wel vanuit als Darts actueel dat hij op het WK gaat staan. Goed, mannen die het nodig hebben. Een Robin Thornton. Alan Norris. Laatste Pro Tour weekend goed op weg. World Series of Darts qualifier bijna gehaald. Goed op de weg terug. Matthew Edgar, Alan Tabern en Robert Owen staan aan de verkeerde kant van de streep. Geldt hetzelfde voor Luke Woodhouse. Ja, ik moet wel zeggen, Mike, als je kijkt naar het behoud van je tourkaart, ja of nee, voor de mannen die rond die 64ste plek zitten. Ja, dan die kunnen beter gaan kijken naar de qualifier voor het WK. Ik bedoel, die gaat veel meer impact hebben. Natuurlijk is het leuk als je de Grand Slam haalt. Dat is geloof ik 2.500 pond dat je dan sowieso een start gehad hebt. Kan natuurlijk meer worden als je hoger in je groep eindigt of nog verder doorkomt. Maar allereerst moet ik natuurlijk wel zeggen voor de Grand Slam of Darts. Doordat Cross en Price de finale op het EK gehaald hebben, zijn Steve Lennon en William O'Connor nu ook verzekerd van deelname op de Grand Slams. De plekken via de tv-toernooien, de finalisten en de winnaars. Er zijn eigenlijk nog maar 2 plekken voor open. Dat is tijdens het aankomende toernooi in de World Series Finals. Staan daar 2 mannen in de finale die op dit moment nog niet geplaatst zijn.
dan zijn Ian White en Menzo Sujovic degene die er nog af kunnen vallen. Want die zijn momenteel geplaatst op basis van een Eurotour winst. En dat zijn de enige twee plekken die nog open zijn. Bij de BDO'en gaan Glenn Durant, Wesley Harms, Jim Williams, Richard Veenstra, David Pelly en Wayne Wern heen. Wat opmerkelijk is dat we ook Mira Suzuki gaan zien. En Lisa Aston weer. De angstgater van Jan Degger. Ja, twee dames zelfs dit jaar. Ik wil zeggen, de poppenschouders er bovenuit geven. Maar als er iemand is die toch regelmatig bij haar in de buurt komt, dan is het de Japanse Suzuki wel. Ja, daar kun je natuurlijk altijd over blijven discussiëren. Moet je dan ze allebei uitnodigen? Ik vind het in ieder geval wel leuk om ze te zien. Even kijken hoe ze dat gaan doen in dat deelnemersveld. Leuk om ook Richard Veenstra voor het eerst te gaan zien. En dan denk ik dat inderdaad gewoon de mannen, Williams, Paletti, Warren, Harms en Veenstra, die hebben het gewoon verdiend op basis van wat ze gepresteerd hebben bij de BDO. En het ging er nog even om hangen of Glenn Durant een uitnodiging zou krijgen vanuit de BDO, omdat hij natuurlijk nu bij de PDC zit. Maar daar hebben ze dus toch maar voor gekozen. Ja man, wat vinden we er eigenlijk van dat Glenn Durant geplaatst is via de BDO en niet via de PDC? Nou ja, het is voor hem, is hij denk ik blij dat hij erbij is. Ik weet niet of hij mee gaat doen aan de qualifier. Volgens mij mag hij niet eens. Mag niet mee. Hij mag niet mee. Oké. Ja, alleen ik had er echt. Maar hij misschien zelf even aan laten. Dan telt hij niet over zijn rekening. Dat zou misschien net een paar plekjes kunnen strijden op de WK, waardoor hij misschien niet meer krijgt. Maar aan de andere kant terecht, want ja, dat het niet meedoet aan de ranking, omdat het vanuit de BDO uitgaat. Maar wel, ik vind het wel een van de sensaties van het jaar. Dus ik ben wel blij dat hij daar meedoet. Het heeft goed voor het toernooi is. Ja, als we naar de Order of Merit gaan kijken en dan kijken welke namen op dit moment nog niet geplaatst zijn, dan is het inderdaad voor Sujovic en White nog even afwachten of zij erbij zullen gaan zijn. Voor de rest missen we natuurlijk Simon Whitlock en Adrian Lewis. Zijn het dan toch mannen die je op de qualifier nog door ziet komen? Of kan het net zo goed iemand anders worden? Of wie gaat nu? Nou, bijvoorbeeld mannen als stel dat White of Sujovic er nog uitvalt. En anders een Whitlock of een Lewis. Nou, ik denk dat White zich een groot favoriet waant als hij zich niet plaatst via deze route. Alleen White staat wel boven Sujovic. Dat was ik toevallig vandaag. Ja, dat klopt, omdat White twee keer een Eurotour gevonden heeft. En mensen, zijn vorm is wel iets minder. Maar het is wel een speler die wel boven het hele speel van de uitzending, denk ik, als hij mee moet gaan doen. Goed. En een hele lastige speler. Wat jij nu zegt klopt wel, maar we hebben ik weet niet of het vorig jaar was, ik kan ook een jaar terug zijn, Jan Degger gooide volgens mij Gurney eraf. Dat soort mannen worden er wel afgegooid. Het is gewoon een soort pro-tour natuurlijk. Die mannen kunnen ook gewoon gaan verliezen eerste tweede ronde. Ja, en de druk zal hoger zijn als het van jou verwacht wordt. En zeker, kijk, ranking onderin is Grand Slam. Ja, dan ga je plekken stijgen, maar die plekken die zeggen dan nog niks. Het gaat bestellen vanaf top 32, top 16. Die mannen gaan richting Premier League. En als je voor de Premier League zeker wil zijn, dan moet je natuurlijk een goed tv-toernooi hebben. Ja, als je dan eentje minder al meedoet, is alweer een kans minder om indruk te maken, om daar zeker van te zijn. Dus ja, dat zal ook meespelen. Goed, Grand Slam gaan we zeker in de volgende podcast op terugkomen. Ik denk dat wij... We doen even één vraag. Wat schat jij in, Dirk? Zie jij Raymond van Barneveld de qualifier nog gooien? Mits hij niet de finale in Amsterdam haalt het weekend? Dat vind ik een lastige vraag. Wat zou jij doen als je in zijn schoenen stond? Ik zou het doen. Ik denk dat van zijn perspectief... Ik weet niet wat zijn plannen zijn, dus ik kan er ook niet over oordelen. Maar ik kan me voorstellen dat hij op zondag de halve finale zwaar kloten verliest. Dan is hij in staat om dan niet te gaan. Alleen ik heb werkelijk waar geen idee of hij gaat of niet. Dus misschien heeft hij het sowieso niet op de planning staan. Ja, misschien weet hij het zelf ook nog niet, dat ze ook nog kunnen, dat hij het af laat hangen van hoe het van het weekend gaat. Ja, als hij finale haalt, hoeft hij niet. Dus. Goed, dat gaan we van het weekend allemaal zien. Ik wil Dirk bedanken voor de dubbele podcast deze week. En we hopen je op de Grand Slam te zien en zeker op het WK. Erik wil bedanken voor deze podcast. Vergeet natuurlijk op voorbereiding op het Jeugd-WK niet Road to het Jeugd-WK te bekijken op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En dan zien we jullie bij de vooruitblik op de Grand Slam of Darts weer.